Varsseveld is de volgende. Ja, Varsseveld. En daarna Winterswijk al, denk ik, of niet? Hey, ik zou eens even op de kaart kijken. De kaart. Nee, we hebben Aalten nog. Oh ja, Aalten, daar had ik het net over. Had je dat net over? Show task. Varsseveld. Aalten. En daar staat weer een service te wachten. Maar die komt al rijdend mijn kant op. Ja, deze lijn is ook gelimiteerd, oftewel de snelheidsbegrenzing op 100. Alleen voor de mensen die in een career mode rijden, als je hem gewoon op 7 laat staan, is die net 101 of 102. Dat is voor de ATB goed genoeg, maar ja, voor de train simulator eigenlijk niet. Gaat hij maar max 100? 102 ongeveer, ja. Oh, dat hoef ik ook niet meer bij te prikken. Nee, want als je hem naar 60 zet, dan gaat hij weer 90 rijden of zo. Ja, dat is net even een gedoetje om dat. Om dat een beetje goed bij te houden, zeg maar. Ja, daarom. Nu geeft hij wel speeding aan, maar jammer nog. En ik heb alweer een 40 te pakken, want we gaan zo meteen alweer binnenkomen op het station. Varsseveld. Oh, dan zit jij een stuk voor mij. Ja, dat is mogelijk. Ik zie Varsseveld net in beeld komen. Het stuk van de route is wel het saaiste op zich hoor, want dan moet je zo'n hele einde rechtdoor rijden. Dat is ook echt gewoon echt één grote streep rechtdoor getrokken van die spoorlijn. Ja, met weinig bebouwing. Ja, zitten er door weilanden heen. Ja, mijn ATB geeft nu ook 40 aan. ATB? Ja, ATB. Ik zit even te denken, zit dat goed? Detail. Detailtje. Even lekker uit laten rollen tot het einde. Dus we gebruiken helemaal niks. Even kijken hoeveel liter heb ik nu verloren. Niet zo heel veel inderdaad. Nee, dan moeten we een paar dagen mee kunnen, die tank van de trein. En toch zit hier wel trouwens de nieuwe versie van ATB ingebouwd, zie ik net te bekijken. Dan vraag ik me af. Ja, omdat je dat rode pijltje mee ziet en je hebt een onbeperkt aantal ATB-getallen, zeg maar. Ja. Ik zit me net af te vragen, heeft hij dat wel? Omdat ATB? Ja, ATB heeft hij wel, maar de nieuwe versie van ATB, zoals die hierin zit. Ja, natuurlijk heb je die. De nieuwe versie, oh. Want die nieuwe versie is pas redelijk recent pas gekomen. Ja, okay. Ja, met de DM90 zat hij er natuurlijk ook al. Misschien heeft hij inderdaad wel ingebouwd gekregen trouwens. Ja. De DM90 had hem in het begin al. Dus dan, en toen reed de Watloper ook nog in het noorden, dus dan moet hij dat denk ik wel ingebouwd gekregen hebben. Dat is wel een goede vraag eigenlijk. Heeft deze trein, of heeft waarschijnlijk dus, een nieuwe versie ingebouwd gekregen? Als mensen daar meer informatie over hebben, dan ben ik wel benieuwd naar of we dat... Zo. Ik zet hem langzaam stil op station Varsseveld. Ja, ik rol nu ook binnen dus. Ik ben mooi bijgekomen om zo maar even te zeggen. Dutch los. Zo. Station Varsseveld. En mijn deurtjes gaan nu los. Ik zit maar iets achterin. Dat scheelt. We hebben dat goed geregeld. En ik heb zo'n rood sein te pakken volgens mij. Oeh. Nee, nog groen vertrek zijn. Maar waar is die ene trein nu dan? Toen kwam een trein mijn kant op.
Voorlopig is het tot Aalten enkel spoor volgens mij. Ja, daar kom ik hem om Aalten tegen. Ja, Aalten pas. Mijn deurtjes gaan weer dicht. Was hem in de. Vergeten in de neutraal te zetten. Dus de aard. Of de lodeman ging weer af. Terwijl ik buiten zat te kijken. Ga je ook weer weg of niet? Ja, ik ga. Yes. Ik ook. Onderweg naar Aalten, 8,51 kilometer. En nu moet ik even tijd inrijden, zie ik. Een minuutje. Dat gaan we dus niet redden. De kerstman. Ja joh. Het is geniaal jongen. Ja. Geinig. Zijn we die ook nog even tegengekomen in wat maand is het? Het is februari. Februari. Zo. 100. En dat betekent dat we een plankgas naar Aalten gaan. En dan moeten we nog een dorp verder. Want dan pas zijn we in het zwijgen. Ja. Wind is waai, king. Okay. Best aan het waai, ja. Oh, die trein moet lang wachten op mij op Aalten. Maar ja. Zo, netjes 100. Ja, ik ook. 101 zelfs. Ja, toch vind ik het erg jammer dat de omgeving hier niet bebouwd is. Nou, dat heeft niks met de omgeving of met de routebouwen te maken. Gewoon met het feit dat we door deze omgeving inrijden. Ja, is het echt in de buurt hier zo platteland? Ja, nee, natuurlijk, ja. Ja, okay. Dat is het ook, ja. Nou ja, dat wist ik niet. Ja, nou ja, ik snap dat jij van stad naar stad naar huis gaat, maar... Ja. Ja, zo is jullie omgeving, ja. Ja, dat klopt. En ja. Daar is niks mis mee. Het is gewoon een leuk dorp waar ik dan. Nou ja, met het dorp heeft niks te maken. Er staan op een gegeven moment staan er gewoon nog 5 bomen en dan begint het volgende dorp. Ja. Nee, stad, hè? Oh ja, stad. Ja, dat klopt. Ja. Aan beide kanten ligt de stad, ja. Ja. Nou ja, we hebben ook wel een dorpje verderop, hoor. Vast en zeker. Zo, dit is inderdaad een lang stuk, want ik zie op mijn balk onderin gewoon niks staan, behalve een streepje. Ja, alleen een flatline. Ja. Ja, ja, ze zou het ook kunnen noemen, ja. 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 Wat zit er links? We komen al aanrijden, zie ik. Zit het linksonder te kijken, wat is dat voor groene ton dan? Groene ton. Aan de linkerkant zie je zo'n draaiwiel, dat is de handrem als het goed is, maar... Nee, het is gewoon een... Weet je, zo'n box, zo'n bouwvakkers eetbox of zo? Nee. Nee, echt niet. Het is geen coolbox. Coolbox, dat woord zocht ik. Nee, dat is het zeker niet. Trouwens, ik zie hier links dat data invoer. Ja. En daarnaast zie ik kanaal trein en zo, communicatie. Ja. Maar had jij nou pas niet op YouTube een video gezet dat je hem moest inbellen en zo? Ja, dat is in Schotland. Dat is inderdaad een leukje. Ja, dat is heel anders rijden hoor, in Schotland. Want dan daar werk je niet met seinen, maar daar haal je je sein zeg maar op in je trein. En jij brengt de sein van A naar B en dan geef je dat sein weer af, zeg maar, dat groene sein. Ja, een token of zo. Ja, inderdaad. Dus je geeft zeg maar, vroeger deed men dat ook. Toen kreeg je op station A kreeg je een stokje mee, dat bracht je naar station B. En dan gaf je het stokje weer over aan de trein die dan weer opnieuw dat erop mocht, zeg maar. Oké, okay. Geinig. En nou ja, dat systeem gebruikt men dan nu, maar nu iets nieuwer, zeg maar, met radiogolven en gewoon via de telefoon, zeg maar. Mm-hmm. Gebruikt men dat nog steeds in de trein. Oké. Okay. Bepaalde coderingen, dan hoor je een hoop gekraak zoals het vroeger ook via de telefoonlijn, zeg maar, hoorde. Ja.
Nou, dan krijg je een token en dan heb, heb jij alleen het recht om, om op dat spoorlijn te rijden totdat je die token weer inlevert. Oké. Station Aalten, 70 inzicht. Ja. Nou, ik rij weer op tijd hoor. Hij rijdt gewoon weer op tijd hoor. Heb ik eigenlijk een kruisje ergens? Ja, twee kruisjes. Oh. ...70 haal ik. Dat is net voor de bocht. Dan laat ik hem weer eventjes iets langer uitrollen. En dan gooi ik hem weer op de rem voor 40 en station Aalten. Ja. Ik hoef maar gewoon iets van 20% te remmen ofzo, dan doet hij alweer genoeg eigenlijk. Dat remt prima af zo zeg maar. Er ligt wel echt een gigantische verkanting hier in die bocht, zeg. Ja, hè? Jeetje, merkt het ook al. Hé, hey, daar staat de trein. Nou, bij mij is mijn plan redelijk leeg, zeg maar. Nee, bij mij staat er een trein aan de overkant. Maar ja, dat komt door het scenario. Ja, dat klopt. Helaas wel. Ja, ik weet het. Ik rem al. Ik had niet geremd op de 40. Hij remt weer niet. Voor degene die denken, wat een leuke route te downloaden op www.trein.nl. Correct. En waar kan je de trein downloaden, Wouter? Dat weet jij dan? Op crustrains.com. Is helaas wel betaald dan. Tenminste, helaas. Het is maar net hoe je het wil zien. Het is inderdaad betaald, ja. Ja. Maar ja, je moet er wat voor over hebben om Nederlandse trein te rijden. Zeker weten. Zo zou je het ook kunnen zien. Oh, ik moet wel vinden. Neutraal, ik heb hem in de neutraal. Nou, dan zit hij zet zichzelf in de neutraal. Dat doet de dode man speciaal voor mij op het moment dat ik 2 seconden niet oplet. Lijkt wel alsof hij weet dat ik niet in mijn trein zit en gooit meteen de dode man eraf. Nou, hij weet het ook, want hij ging niet. Nou goed. Deuren zijn dicht, Pieter. Zo snel gaat het. Bij mij nog niet. Ja, dan regel ik ondertussen dat de dode man weer van mijn trein afkomt. Want ik mag pas om 17 weg, dus dat is over een seconde of 20. Misschien zelfs 20 is die trein al, ja die trein staat al. Staat hij op het linker of rechter spoor? Spoor 1 of 2? Linker. Oké, dat is goed. Ja, nee, zet dat sterk op. Ja, ik mag door naar Winterswijk. Dat is mooi. 12 kilometer. Hoppatee. Volle gas erop. Ik weet niet of dat heel netjes is of dat met deze trein kan, volle gas, maar... Bij deze, ik heb het helaas wel gedaan. Je zit nog met 40, hè? Ja, nou, met normaal gesproken moet je altijd in het begin even niet zoveel gas geven. En als hij dan op een paar of ietsjes rijdt of zo, dan kan je meer gas geven. Ik gooi hem altijd gelijk naar 7. Ja, ik weet niet of dat inderdaad voor deze dan ook geldt. Maar... De ICMM reageert er altijd leuk op als je dat doet. Ja, dat klopt, ja. Nou, dat is ook vrij logisch. Daarbij kan het ook gewoon simpelweg niet. Ik krijg altijd wielslip. Klopt. Ik heb de laatste tijd heel veel... Er is namelijk een machinist die doet met zijn GoPro op zijn hoofd, gaat hij de trein besturen, zeg maar. Ja, ik zag al filmpjes voorbij. Ja. Nou, en daar kun je superveel van leren natuurlijk. En dat heb ik ook gedaan. Ik leer dat tenminste van, zeg maar. Dus kun je dat zo zou je het kunnen noemen. Maar goed, conclusie. De beste man zet in de ICM natuurlijk eerst 2 tikjes vooruit. En dan als je voorbij de 40 bent, voor de tractie voor open. En dat is natuurlijk om, behalve wielslip te voorkomen, is het ook gewoon een vijfde, want je mag natuurlijk geen wielslip hebben. Nee. Nee, mag niet meer. Dus altijd als je wegrijdt, eerst 2 tikjes en dat is al redelijke tractie op zich. Ja. En dan voor open. Oké, die ga ik even onthouden. Voor de ICM in dit geval, maar dat is wel het handigste om dat bij meer treinen ook toe te passen. Om eerst niet vanuit stilstand meteen volle tractie te geven. Eerst zorgen dat je rolt en dan... Ja,
En bij de ICM is dat vaak tot zelfs 40 km per uur. Ongeveer, zeg maar, plus minus, dat je inderdaad een tempootje hebt. Ja, ja. Zo. 9 km tegen 0,7 tot Winterswijk. We hebben natuurlijk net Aalten gehad, maar ik durf zo even gewoon niet te zeggen of we nog meer stations op te doen. Heb jij? Nou, ik kan misschien niet kijken, maar jij weet dat natuurlijk beter of er meer te zijn. Nee, volgens mij zie ik er geen enkele. Nee. Winterswijk is de laatste. En er is al doorgebouwd ondertussen naar Ruurlo, maar dat qua spoor in ieder geval. Maar die moeten dus goed nog helemaal naar Zutphen gaan. En dus, ik heb het forum toevallig al gelezen dat er ook verhalen zijn dat hij hopelijk, maar dat is op het later stadium, ook naar Apeldoorn toe komt. Maar goed, aan de andere kant hoop ik ook dat hij vanaf 7 naar straks doorgaat naar Arnhem natuurlijk. Want dan hebben we het rondje compleet. Dan mis ik alleen nog Arnhem en Zutphen. En dan kun je de hele route inclusief maken in Midden-Nederland. Maar goed, nu zullen een paar mensen boos worden waarschijnlijk. Maar ja, waarom maken ze niet één grote route? Omdat het denk ik tijd gewoon is met laden. Of... Ja, dat heeft allereerst heel veel met laden te maken. En verschillende, omdat je heel veel spullen ervoor nodig hebt. Of assets ervoor nodig hebt. Ja, dat is ook zo. En geheugen, want als je van links naar rechts op de kaart rijdt, dan dat is het in Simulator gewoon niet. Nee. Die moet ik trouwens ook nog steeds opnieuw downloaden, de Hart van Nederland. Ja, nee, daar ga ik jou bij helpen. Dat heb ik met een hoop gedoe en ellende heb ik dat ook kunnen installeren nu. Dus, Is het nu gelukt met die bovenleiding? Nee, de bovenleiding staat er nog steeds niet in. Oké. Jawel, volgens mij. Nee, jawel, ja, nee. Volgens mij zat hij er wel in, dat trouwens. Oké. Okay. Ik twijfel ik, maar. Dacht dat was je zo met de kloten toen. Ja, nee, dat klopt. Dat heb ik het gezien, ja. Nou, nog een 6,2 kilometer. Oh ja, ik zit een beetje met de ruitenwissers te spelen, maar je hebt dus een stand 1 en 2. Gaat die normaal of gaat die supersnel? Ja. Maar daarnaast zit ook een interval. In de interval kun je op 1 tot of tussen de 0 en 6 seconden zetten. Ja. Maar ja, dan zie ik het nut niet als je je ruitenwissers super snel heen en weer laat bewegen om er dan ook nog 6 seconden rust tussen te zetten. Dan zet je hem toch nog altijd op 0. Dan ben je... Goed. Ja. Lijkt me wel, maar... Ja. 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 We gaan een bochtje naar links maken. Ja. Dat is bochtje 1. Als het goed is maken we dan zo een bochtje naar rechts weer en dan een scherpe bocht naar links. En die 60 zal wel met de scherpe bocht te maken naar links te maken. Oh ja, ja, die heb ik ook. Tot die tijd moeten we ervoor zorgen dat wij ons zeg maar weer omdraaien richting het noordwesten. Zodat wij deze route kunnen vervolgen in principe richting het... richting Zutphen. Zutphen? Zutphen, ja. Maar de route gaat tot op heden nog door naar Ruurlo. Maar uiteindelijk gaat de route zelf nog naar Zutphen toe. Zonnebloem aan de linkerkant. Gezellig. Hier is de kerstman, dus het is winter in game. Ja, nou of die beste man is vergeten om zijn troep uit zijn op te lijmen. Kan natuurlijk ook nog. Ja, maar zorg dan dat het realistisch is. Haal of die kerstman weg, of zorg dat er geen zonnebloemen zijn als de kerstman bestaat. Ja, maar zoals ik zeg, misschien is de eigenaar van dat pand vergeten de kerstman naar binnen te halen. En laat hij dat gewoon de hele zomer staan en zet hij dat in de winter, steekt hij de stekker er weer in. Ja, dat zou nog kunnen. Het verbaast me niks. Mijn buren hebben tot in de zomervakantie ook nog de lampjes in de bomen hangen buiten. Zetten ze het alleen niet meer aan, maar... Ze zetten het alleen niet meer aan, maar... Ik heb mijn kerstboom nog staan, nee, grapje. Nou, ik ga me afremmen naar de 60. Ja, ik ben al 60, maar...
En ik moet zo weer 40. Lekker hoor. Yes, de 40 staat voor het station, neem ik aan. Ja. Ik eerst een scherp bochtje weer naar rechts toe, inderdaad. En dan een klein stukje rechtdoor. En dan zullen we naar links draaien met een nog scherpere bocht. Voor het station 40 om op het goede spoor terecht te komen. En daar zal weer een service klaarstaan. Oftewel een andere trein in tegengestelde richting bij mij. Ja en nee. Ja, dat kan. Ik verwacht het niet. Want normaal gesproken ben jij het eindpunt, dus dan keer jij zelf om. Er staat waarschijnlijk wel een trein te wachten die richting Ruurlo verder gaat. Maar Winterswijk is wel altijd het eindpunt. Oh ja, ja. En wij moeten stoppen op station 1B. Ik zie drie stationnetjes, dus we moeten even kijken hoe we dat... Zo, daar zitten we echt een verkanting in, jongen. Poeh. Ja, hè? Nou. Ik weet niet of dat zo realistisch is, maar goed, oké. Okay. Dat de verkanting in het spoor ligt, snap ik. Maar zoveel, met zo'n lage snelheid. Ja. Hij pleurt ze wat om je. Ja. Dat is ook niet goed voor de wielen. En dan helemaal niet voor het spoor, want dan gaat het spoor kapot. Als je te veel... Ja, dan zijn die dingen natuurlijk niet zo zwaar die doorheen rijden, maar goed. Hé, hey, er ligt een ding op de grond aan de rechterkant, zo. Omvergereden paal. Zeg ik dan nog net voor de bocht dat ging bij de spoorovergang. Niet gezien. Dan heb ik even gauw af. Dan druk ik nog een keer gauw op de... Maar ik ga wel even kijken, ik ben benieuwd. Ja, er ligt een sign met een kruis erop. Dan sign niet in werking. Even kijken, na of ervoor? Voor. Ja, inderdaad ja. Er ligt een sign op de grond. Zo, ik rol Winterswijk binnen. 1B, oh, ik moet hier aan de voorkant moet je maar neerzetten. Ja, een beetje in het midden, naar de voorkant. Nee, in het midden wordt nog bij OS 1 en daar heb je ook nog 1A of zo. Ik weet niet waarom het in drie delen is ingericht, maar goed. Ja, ik moet toch voor het hokje hoor. Ja, maar... je ziet aan de achterkant een klein sein liggen. Ja. Tot daar is Winterswijk. Mijn deuren zijn geopend. Ik zet hem stil, Yes. Hoppatee. Mijn deuren zijn ook geopend. Mensen, lange aflevering, maar toch bedankt voor het kijken naar deze aflevering van De Wat Lopen. Inderdaad. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en hopelijk tot een volgende keer waar we met iets minder crashes. Maar dat lijkt me ook een heel strak plan, Wouter. Yes. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei. Bye bye.